Dag beste kijkers, welkom bij Café Weltschmerz. Ja, er is de laatste tijd enorm veel discussie over de manier waarop de overheid en de regering omgaan met ons bijeengebrachte publieke geld en hoe ze dat allemaal besteden en uitgeven. Er worden tientallen miljarden gestort in projecten die een paar tiende, een paar duizendste van een graad opwarming moeten tegengaan. Er is veel kritiek op. Ook is er veel discussie en onvrede over de alsmaar stijgende lasten. Maar waar nog weinig over gepraat wordt, is over de manier waarop de overheid het geld bij ons ophaalt, namelijk via belastingen. Het lijkt erop dat de meeste mensen geloven dat het nou eenmaal gewoon bij het leven hoort. En daar verder niet over nadenken. Maar iemand die daar wel heel veel over nagedacht heeft, is mijn gast vandaag, Twan Manders. Twan, je bent jurist en belastingadviseur. En je bent al heel lang bezig met het verschijnsel belastingen. En je adviseert mensen daar ook over. Ja, en het heeft zelfs ertoe geleid dat je op een gegeven moment voor een parlementaire ondervragingscommissie gedaagd bent. En dat er dus een zaak tegen jou is begonnen, omdat jij mensen hielp met het ontwijken van belastingen. Niet zozeer het ontduiken van belastingen, heb ik begrepen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, daar ben ik al van beschuldigd overigens. Ja. Dat ik mensen heb geholpen met het ontduiken van belasting. Maar daar ben ik niet alleen ben ik daarvan vrijgesproken door een rechtbanker van de president zelf 20 jaar voor de Fiscus in the Field had gewerkt. Maar het OM is niet eens in beroep gegaan tegen die vrijspraak. Wat heel ongebruikelijk is bij een megazaak die een week duurt. Dat hadden onze advocaten nog nooit meegemaakt. dat OM niet in beroep gaat in zo'n megazaak. Waar ik mij altijd mee bezig heb gehouden is belastingontwijking. Dat is een heel groot verschil. Belastingontwijking wordt gedefinieerd als het besparen van belasting door gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden. En belastingontduiking wordt gedefinieerd als het besparen van belasting door de wet te overtreden. Ja. En ik heb altijd gezegd, ik ben bereid tot aan het randje te gaan. Maar ga niet over het randje heen. Ja. Alle wettelijke mogelijkheden die er zijn, Die ga ik in kaart brengen en ga mijn cliënten helpen om daar maximaal gebruik van te maken. Wie belasting wil ontduiken, die wens ik heel veel succes daarbij. Maar dat is niet waar ik mee bezighoud. Dus ik ga daar niet over adviseren. Nee, was dat ook iets wat dan ter sprake was, of de vraagstelling was achter dat onderzoek van die commissie? Is er sprake van ontwijking of ontduiken? Want ontwijken zou toch gewoon mogen? Betekent dat het is toegestaan, dat het wettelijk is toegestaan. Dat is een definitiekwestie. Dus per definitie is dat waar. Ja. Maar wat je ziet de laatste 10, 20 jaar in toenemende mate is een poging van met name linkse mensen, linkse journalisten, linkse politici om mensen een schuldgevoel aan te praten als ze belasting ontwijken. Hè? Dus je bent een slecht mens als je belasting ontwijkt. Ja. Het is dan weliswaar niet verboden. Maar zoals Obama zei, dat is juist het probleem dat het niet verboden is. Het zou verboden moeten zijn, want het is zo kwalijk, het is zo immoreel. Het zou eigenlijk verboden moeten zijn. Mensen die zich die dat doen, ondanks dat het dan misschien niet verboden is, dat zijn slechte mensen, daar moeten we op neerkijken, moeten opmoedigen. We moeten op alle mogelijke manieren mensen zoveel mogelijk prikkelen om daar vooral mee op te houden. Dat was een slechte zaak. Hè? Ja, precies. Er is een fragment toen, een videofragment, is behoorlijk viraal gegaan. Ja. Waarin Renske Leijten, die toen volgens mij voorzitter was van die commissie, jou ondervraagt. Misschien kunnen we er heel eventjes naar kijken. Natuurlijk, ja. U vindt belasting een vorm van diefstal? Ja. Met belasting zorgen wij voor faciliteiten voor alle burgers? Vindt u dat een legitiem doel van belastingen? Nee. Dus u woont nu in een sociale huurwoning? Ja. Mogelijk gemaakt? Mogelijk gemaakt? Doordat anderen. Ja. Sorry, dat vind ik heel erg cru. U maakt daar wel gebruik van. Sorry, de overheid neemt mij alles af wat ik heb. Neem mij mijn huis af. Zodat ik word gedwongen om een sociale flat te wonen. En dan wilt u mij vertellen dat ik dankbaar moet zijn dat ze zo aardig zijn geweest om een sociale flat te zorgen. Ik heb niet gezegd dat u dankbaar moet zijn. Ik krijg een beetje een DDR-gevoel, moet ik zeggen, als u dat zegt. Gaan uw kinderen naar school? Dat is dezelfde redenatie die ook werd gebruikt door de bestuurders van de DDR. Zo van, u heeft een opleiding genoten op kosten van de Oost-Duitse staat en nu wilt u vluchten, u bent asociaal.
Dat is de redenering die ik hierbij hoor. Ik vind het schokkend dat u dit durft te zeggen. Ik vroeg of u daar gebruik van maakte. Ik neem aan dat uw kinderen naar school gaan. Dat wordt betaald via belastinggeld. Vindt u dat een legitiem doel voor belastinggeld? Nou, ik wil daar best antwoord op geven, maar ik zie niet in wat dat bijdraagt aan de waardevinding van deze commissie. Maar ik wil u best zeggen hoe ik daarover denk. Nou, gisteren hadden wij hier een belastingadviseur en een hoogleraar die alles weet van de inkomstenbelasting, wat u ook pretendeert, die klanten helpt en informeert en begeleidt, maar die zegt, ja, natuurlijk moet je wel belasting betalen. Het zegt toch goed, iets? Ik zal u vertellen hoe ik hierover denk. Mijn visie is dat ieder mens recht heeft op zijn eigen lijf en goed. En dat ieder mens mag doen en laten wat hij wil, zolang hij geen inbreuk maakt op anders lijf en goed. Dat is een fundamenteel mensenrecht, dat is het zelfbeschikkingsrecht. De overheid maakt daar inbreuk op, door op verschillende manieren, waaronder de militaire dienstplicht, die nog steeds niet is afgeschaft, en ook door middel van belastingheffing. Nou, ik heb mijn brood verdiend met het adviseren van militaire dienstplichtigen bij het ontwijken van militaire dienstplicht, omdat ik dat zag als een groot onrecht of van dwangarbeid die werd opgelegd aan onschuldigen. Okay. En toen die werd opgeschort, heb ik mijn aandacht verlegd naar belastingontwijking, omdat ik uit diezelfde principes ook vind dat belastingheffing een inbreuk is op het eigendomsrecht. Het recht om te beschikken over de vruchten van je arbeid. De overheid heeft dat geld vervolgens de eerste paar duizend jaar gebruikt ter verrijking van de adel en de koning. Daarna is men het geld gaan weggeven voor een deel aan het volk. Heeft men cadeautjes aan het volk uitgedeeld om daarmee de belasting even te legitimeren, maar die is daarmee niet gelegitimeerd. Je spreekt van roof als je eigendom wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je schade toegebracht die weigert te vergoeden en zonder dat je verplichtingen weigert na te komen die vrijwillig bent aangegaan. En dat is precies wat de overheid doet. Als je belasting moet betalen volgens de regels die de staat oplegt, en je doet dat niet, en dan komen de mensen langs om je huis leeg te halen. En als je er tegen verzet, dan word je als crimineel behandeld. Als je geen aangifte doet, dan word je maximaal 4 jaar in een hok opgesloten voor het niet doen van aangifte. Dat is hoe de staat aan haar geld komt, door mensen te bedreigen met opsluiting in een hok. En daar heb ik geen moeite mee als je dat doet met moordenaars, dieven, verkrachters, rovers, oplichters. Maar als je dat doet met onschuldige mensen die een vlieg hebben kwaad gedaan, en zoals bijvoorbeeld dienstplichtigen, zoals belastingbetalers, dan is dat een heel groot onrecht. En dat grote onrecht, daar strijd ik tegen. En daarom heb ik niet alleen een heel groot deel van mijn leven besteed aan het spreiden van deze ideeën in de vorm van mijn politiek leiderschap van de Libertarische Partij, maar heb ik ook besloten om mijn carrière te wijden aan het in bescherming nemen van individuen tegen het onrecht dat de staat hen probeert aan te doen. En het feit dat een deel van dat geld niet wordt gebruikt door de politieke elite om haar eigen zakken te vullen, want een deel wordt gebruikt om cadeautjes uit te delen waar we niet om gevraagd hebben, dat is geen legitimatie van roof. Ik stel vast dat u veel geld heeft verdiend. Dat stelt met u helemaal idealisme niet vast, dat kunt u helemaal niet weten. En dat met... Spreek ik ook bij deze tegen, dat ik er veel geld mee heb verdiend. Ik vind het ook heel raar dat u dat zegt. Hoe komt u daarbij? U heeft geen geld verdiend met mensen adviseren onder de wet uit te komen. Ik heb daar geld mee verdiend, maar ik heb daar niet veel geld mee verdiend. Nee, want u heeft geen vermogen in het buitenland staan. Nee, precies. Ik ben klaar, voorzitter. Ja, zij speelt hier ook heel erg in op dat morele aspect. Hè? Dat ze zegt hier van, ja, maar meneer Manders, u maakt er ook gebruik van publieke voorzieningen. En u noemt belastingdiefstal of roof. Hoe moet ik dat dan zien? U maakt ergens zelf gebruik van. Maar ze vraagt daar ook aan jou. U bent van mening dat belasting roof is. Ja. Dat is of diefstal noemt ze het hier, ja. Belastingdiefstal is. Maar ja, ik vraag me af, is het wel een kwestie van mening of is het niet gewoon een kwestie van definitie? Want ja. Belastingheffing voldoet simpelweg aan de definitie van roof. Iemand onder bedreiging van geweld zijn eigendom afnemen. Ja. Ja, helemaal mee eens. We spreken van roof als je eigendom van je wordt afgenomen onder bedreiging van geweld. Er kunnen uitzonderingen zijn waarin dat is toegestaan. Namelijk iemand die bijvoorbeeld schade heeft aangericht en dan weigert de schade te vergoeden. Zo iemand mag je wel dwingen om toch de schade te vergoeden.
iemand die vrijwillig een overeenkomst is aangegaan en op grond van die vrijwillig gesloten overeenkomst een betalingsverplichting heeft en die niet nakomt. Nou, als iemand mag je dan dwingen om toch zijn betalingsverplichting die hij zelf is aangegaan na te komen. Dus dat zijn rechtvaardigingsgronden. Maar die zijn er niet bij belastingheffing. Nee, zijn normale mensen. In het geval van belastingheffing zijn er alleen maar drogredenen verzonnen om belastingheffing te goed te praten. En vandaar dat ik zeg, belastingheffing is een heel erg groot onrecht. Het is wat er gebeurt is, er zijn een aantal mensen, dat zijn onze heersers, die maken de regels, die geven ons bevelen. Die vinden dat wij hen moeten gehoorzamen. Dus wij zijn de onderdanen, wij moeten hen gehoorzamen. En we moeten hun bevelen opvolgen. En als wij dat niet doen, dan worden we opgesloten in een hok. Hè? Want ze hebben mensen voor zich werken met pistolen en die komen ons aan het voeren en die sluiten ons op in een hok. En ze vinden dat dat een hele nuttige dienst is die zij leveren. Daar willen ze graag vorstelijk voor beloond worden in de vorm van belastingheffing. Ja. Zij stellen ook eenzijdig vast hoe hoog die belastingen zijn. En wij moeten dat betalen. Hè. En als we dat niet betalen, dan sturen ze mensen een pistool op ons af, ja, om ons weer een hok op te sluiten. Het begint vaak met het leeghalen van je huis, je spulletjes leggen, meenemen. Ja, ik krijg eerst een paar briefjes. Ja, ik krijg eerst dreigbrieven. Ja. En als je dreigbrieven niet reageert, dan komt er een belastingdeurwaarder langs. Dat is iemand met een mooi woord, ja, iemand die gewoon je huis komt leeghalen. Ja. En als je dan niet open doet, dan komt hij terug met iemand met een pistool. Die heet dan een politieagent. Hè. En dan wordt er ingebroken in je huis om je spullen mee te nemen. En als je dat tegen verzet, dan wordt er net zoveel geweld gebruikt als nodig is om je verzet te breken. Want het zal hoe dan ook links of rechts, maar zal het gebeuren. Ja. En die escalatie die zou kunnen ontstaan, die gaat net zo lang door totdat de belastingbetaler dood is. Ja. Eerder, dat is uiteindelijk, of dat hij zich overgeeft. Ja. Hè, maar die zei eigenlijk hetzelfde aanbod dat de straatrover aan je doet. Die staat met een mes voor je. Die zegt, ik zal je niet steken als je mij je portemonnee geeft. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Alleen, ja, dit is dan allemaal weer wat uitgesponnen en ambtelijk gemaakt en zo. Dus waardoor dat de schijn van legitimiteit... Nou ja, als je kijkt naar de oorsprong van belastingheffing. Hoe is de staat ontstaan? Hoe is belastingheffing ontstaan? Ja. Nou, er waren vroeger roversbendes, met name de Noormannen zijn er heel bekend mee geworden, maar dat was niet typisch voor Noormannen, dat deden heel veel mensen in die tijd. Die gingen zich dan toe bewapenen, die vormden een bende, die gingen dan op rooftocht, die gingen naar een dorpje. In het dorpje werd iedereen werd geplunderd. Het hele dorp werd leeg geplunderd. De vrouwen werden verkracht. Kopplijnen gemaakt. De mannen die zich verzetten, die werden onmiddellijk vermoord. Ja. En als dat dorp was leeg geplunderd, dan gingen ze door naar het volgende dorp om daar precies hetzelfde te doen. Totdat ze op een dag tot de conclusie kwamen van, hey, zo'n dorp wat we hebben veroverd, dat kunnen we ook bezet houden. Ja. Er gewoon een paar mannetjes achterlaten die het bezet houden. En dan kunnen we voortaan niet eenmalig plunderen, maar iedere oogst opnieuw plunderen. Ja, ja. Dus iedere keer als er geoogst wordt, dan gaan wij daar een deel van opeisen. Human farming. Precies. Het is de overgang van, ja, van jager-verzamelaar naar, ja, agrarische... Ja. Nou, zo werd het een institutie, zou je kunnen zeggen. Zo werd het genormaliseerd. Mensen gingen het min of meer accepteren. Want als je niet accepteerde, ging je dood. Dus je moest het wel accepteren. En die rovers die dan een paar van hun mannen achterlieten om dat dorp bezet te houden, die gingen zichzelf mooie titels geven. Die gingen zichzelf baron of hertog noemen of ridder. Adel. Ja. En de roverhoofdman die ging zichzelf koning noemen. En die mocht een heel mooi paleis wonen. Ook met belastinggeld werd betaald. En ook die adel werd betaald van belastingheffing. We noemden dat groot grondbezit, maar dat die grond was niet op rechtmatige wijze verkregen. Dat grondbezit was ontstaan door die grond te veroveren van mensen die het al hadden bewerkt, die het al in eigendom hadden genomen. En die vervolgens pacht daarover mochten. En dat werd dan pacht genoemd, maar dat was natuurlijk een pacht, dat was gewoon belastingheffing. Ja. Het was gewoon afpersing. Ja. Gebaseerd op de roof van de grond en daarna dreigen met geweld. Ja. Nou, maar goed, die mensen die gingen dus in paleizen wonen, in kastelen wonen, en die gingen zichzelf mooie titels geven. En die kregen heel veel macht en geld en aanzien en maatschappelijk aanzien. En dat werd steeds meer normaal gevonden. Zo is het feudale stelsel ontstaan. Ja. Nou, op een gegeven moment, met name in de 18e eeuw, toen stond er steeds meer weerstand tegen dat systeem. En toen kwam er een tijd waarin heel veel koningen moesten kiezen. Namelijk of ze gingen macht delen en de belastingopbrengst delen met het volk.
of een kop ging eraf, zoals met de Franse koning is gebeurd. Ja, het begon riskant te worden. Nou, de meeste landen die nu republiek zijn, die hadden dus koningen die het zover die het erop aan lieten komen. En die zijn hun kop ging eraf of ze werden verjaagd. En dat zijn dus geen koninkrijken meer. En de koningen die zeiden nou, oké, ik ga macht delen en jullie krijgen van mij cadeautjes voortaan. Jullie krijgen ook van mij geld. Nou ja, die mochten blijven zitten en hun nakomelingen zijn nu nog steeds koning. Ja. Maar dat is eigenlijk hoe het systeem is ontstaan. En gaandeweg werd het steeds meer... Was er steeds meer het idee van willekeur is slecht, dus we moeten alles in boeken opschrijven, we moeten wetboekjes schrijven en als keurig wordt vastgelegd, de procedures worden vastgelegd, de procedures waarmee we de regels maken, waarmee we de belastingen vaststellen, de procedures waarmee we incasseren, de straffen die we opleggen, dat gaan we allemaal heel voorspelbaar maken, zodat je weet als onderdaan waar je aan toe bent, want willekeur, dat is slecht. Ja, nou, dat is natuurlijk waar, willekeur is slecht. Maar als je slaaf bent van een slavendrijver die een keurig wetboek heeft gemaakt en alles heel voorspelbaar heeft gemaakt, maak je niet minder slaaf. Nee, maar het geeft in de connotatie, in de beleving geeft het wel een soort gevoel van legitimiteit. Hè? Nou ja, waar de staat het in keurig gedrukte, gebonden boeken, et cetera. Nee, als je de staten hebben alle grond ter wereld veroverd. Dus elke vierkante centimeter grond is van een staat. En ja, als je moet kiezen onder welke staat je leeft, want zonder staat leven, dat is onmogelijk gemaakt. Ze hebben heel goed het kartel met elkaar gevormd, wat dat betreft. Ja. En dat betekent dat als je moet kiezen tussen een staat waar willekeur heerst, waar dus gewoon zonder opgave redenen een kopje kleiner wordt gemaakt, letterlijk. Ja. En je mag kiezen uit de staat waarin wetboeken zijn en waarin het heel voorspelbaar is wanneer dat soort dingen met je gaan gebeuren. Ja, dan is dat natuurlijk minder slecht. Ja. Maar dat betekent niet dat het goed is. Nee. Dat is nou ja, daar wordt natuurlijk wel steeds op ingespeeld. Hè? Ook in dat filmpje net met Renske Leijten probeert zij jou een soort van slecht mens te maken. Ja. Door te zeggen van ja, maar meneer Manders, u maakt toch ook gebruik van deze sociale voorzieningen. Hè? Dus, en waarom noemt u dan diefstal? Overigens is dat een rare discussie, want het is roof, zoals we net al zeiden. Per definitie, hè? Dus het voldoet gewoon aan de definitie van roof. En of roof nou de geëigende manier is om daarmee collectieve voorzieningen te financieren, is eigenlijk een andere discussie. Dat is waar, ja. Maar goed, ik wil er best op ingaan. Een van de dingen die ze mij voor voet werpen is, uw kinderen gaan toch naar school. Ja. Nou, ze gaf me overigens geen kans om de antwoord op te geven. Ik merk het. Dus ik heb dat antwoord nooit gegeven. Ik kan het dan nu bij deze alsnog geven. Ja, mijn kinderen gaan naar school. Die gaan naar school, omdat als ik ze niet naar school breng, dan word ik opgesloten. Ja. Als ouder word je dus gedwongen om iedere ochtend om 8:30 je kind te droppen bij een door de staat geaccepteerde school. Door de staat aangewezen school. Daar staan docenten voor de klas die iedere maand een salaris krijgen van de staat. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ze worden ook gedwongen om een curriculum te volgen. Dat wordt vastgesteld door 20.000 ambtenaren die werken bij het ministerie van Onderwijs. En zo, dat wordt gezien als een prachtige dienst die onze overheid ons levert. Hè. Gratis onderwijs. Ja, ja. Waar we dus zelf voor betalen via belastingheffing. Ja. Waardoor het veel duurder is dan het anders zou zijn. Want particuliere scholen zijn meestal veel goedkoper dan staatsscholen. Alleen, ja, dat hebben mensen niet door. Want die staatsscholen worden via belasting even gefinancierd op zo'n manier dat de mensen het niet doorhebben. Want die belasting worden mensen niet geïncasseerd bij de belastingbetaler rechtstreeks. Dat gaat via de ondernemer in de vorm van hoge prijzen en lage lonen. In de vorm van btw en loonbelasting en verplichte premies en accijns en invoerrechten. Er zijn tientallen belastingen in Nederland, maar die worden bijna allemaal via de ondernemer geïncasseerd. Waardoor de mensen een flauw idee hebben hoe hoog die belastingdruk is. Maar je praat hier dus eigenlijk over een vorm van gedwongen winkelnering. Ja. Nou ja, sterker nog, de scholen moet je zien als een soort propagandakamp. Hè? Ja. Dus waar ze onze kinderen, nemen ze van ons af. En die wordt van alles verteld door staatsdienaren die een salaris van de staat krijgen. En dan wordt het gepresenteerd als dat we dankbaar moeten zijn daarvoor. Precies. En wie maakt er toch gebruik van? Ik heb helemaal geen keuze om er geen gebruik van te maken. Word ik in een hok opgesloten als ik er geen gebruik van maak? Thuisonderwijs is in Nederland zo goed als onmogelijk. Er zijn zeer, zeer beperkte uitzonderingen mogelijk. En verder wordt iedereen gewoon gedwongen zijn kinderen bij de staat in te leveren ochtends. Ja, anders ga je de gevangenis in. Ja, nou ja, goed. En dat onderwijs heeft natuurlijk ook weer een belangrijke functie in het acceptabel houden van het betalen van belastingen. Want zeker, het wordt keurig netjes 14 jaar of hoe lang zitten kinderen op school, 16 jaar misschien, ingepompt. Ja. Ja, ik heb een hele korte analyse van de wereldgeschiedenis. Tot ongeveer het einde van de 19e eeuw zag je, vanaf de late middeleeuwen tot eind 19e eeuw, zie je dat over het algemeen slechte ideeën worden verdrongen door betere ideeën.
Want of het algemeen vooruitgang is. Of het algemeen is er vooruitgang op het gebied van wetenschap. Maar ook op het gebied van hoeveel vrijheden mensen hebben. Hoeveel rechten mensen hebben. Hoe in de mate in hun rechten worden geschonden. Met name zie je in de 18e en 19e eeuw een opkomst van het klassieke liberalisme. Waardoor het feudalisme plaats opmaken voor meer vrije markt. En mensen dus veel meer vrijheid krijgen. Ook ondernemers meer vrijheid krijgen. Waardoor de welvaart dramatisch stijgt. En de levensverwachting dramatisch stijgt. En dan, aan het einde van de 19e eeuw verandert dat. En in de 20e eeuw krijgen we dan krijgen we dingen als nationaalsocialisme, fascisme, communisme. We krijgen een staat die massaal interveneert. We krijgen extreem hoge belastingen en extreem veel regels. Zoveel regels dat iedere mens een crimineel is. Want iedereen overtreedt iedere dag regels waar niet eens weet dat ze bestaan. Er zijn zoveel regels dat je kun je niet eens weten. Ja. En de vraag is, wat is er dan veranderd? Wat is aan het begin van de 20e eeuw veranderd? Waardoor die trend van alsmaar meer vrijheid en alsmaar een kleinere overheid en sowieso alsmaar steeds betere ideeën, die slechte ideeën verdringen. Waarom is er zo'n enorme trendbreuk in het begin van de 20e eeuw? En dan krijgen we de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. In de 20e eeuw zijn 262 miljoen mensen vermoord door hun eigen overheid. Dan heb ik het niet over mensen die sneuvelen aan het front. Zelfs niet dienstplichtigen die sneuvelen aan het front. Dan heb ik het gewoon over mensen die beleidsmatig omgebracht zijn door hun eigen overheid. Ja. Alleen al in de Sovjet-Unie zijn er 60 miljoen mensen vermoord aan eigen overheid. En in Mao-China zijn 50 miljoen mensen vermoord aan eigen overheid. Pol Pot heeft een derde van zijn eigen bevolking vermoord in minder dan Dat zijn natuurlijk klassieke voorbeelden, maar er zijn veel meer voorbeelden die niet zo op het netvlies staan. Ja. Dus wat is er misgegaan begin van de 20e eeuw? Ja. Mijn antwoord is, de staat heeft twee meesterzetten gedaan. De eerste meesterzet, dat was het monopoliseren van onderwijs. Het werd gebracht als gratis onderwijs. Ja. Ja, als een soort cadeautje van de staat. Ja. We gaan jullie kinderen voor jullie onderwijzen. Ja. Je mag ons wel dankbaar zijn, nou, zoals Renske Leijten zei. Hè. Ja, precies. En, het is een recht, weliswaar een verplicht te nemen recht. Maar goed, het is een recht. Ook nog de leerplicht. Je kunt helemaal niet iemand dwingen om iets te leren. Je kunt alleen maar dwingen om aanwezig te zijn. Over het algemeen is het zo dat mensen die vrijwillig iets leren, dat ze het zelf interessant vinden, die leren veel beter en veel sneller. Zeker. Dan mensen die in een bankje worden geplaatst. Een soort schoolbankplicht kun je het beter noemen dan een leerplicht. En wat zie je dus? Dat iedere generatie opnieuw wordt die impact van de overheid, publieke opinie, wordt groter. Door dat systeem. Want wij zijn allemaal naar staatsscholen geweest. Maar onze ouders ook al. Onze grootouders ook al. Onze overgrootouders ook al. Het is geïncorporeerd in de hele cultuur. Ja, generaties lang. Op school leren wij dus dat we dankbaar moeten zijn dat we zo'n prachtig land als Nederland mogen opgroeien. Waarin de overheid zo goed voor ons zorgt. Van de wieg tot in het graf. Ons zorgt dus ook een prachtige wegen aanlegt. En goede voorzieningen. En scholen en ziekenhuizen. Alles wordt voor ons geregeld. En belastingen, dat is een small price to pay. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Zo wordt het gebracht. Ja. En dat wordt niet eens gebracht als een politieke mening, maar als een feit. Ja. Dat is heel, heel opvallend. Ja, maar jij zegt, mensen hebben de morele plicht om belastingen te ontwijken. Dus wat je daarmee eigenlijk zegt, is dat de collectieve gedachte, de gangbare gedachte, zeg maar, dat het betalen van belasting een morele plicht is, dat het precies andersom is. Het is een morele plicht om het te ontwijken. Ja. Waar zit dat morele aspect voor jou voornamelijk? Ja. Nou ja, laat ik beginnen met het uitleggen waarom je het morele recht hebt om belasting te ontwijken. Nou, dat volgt gewoon uit het feit dat belastingheffing een gelegaliseerde vorm van roof is. Je mag je onttrekken aan roof. Mm-hmm. Dat hoef ik denk ik dan niet nader toe te lichten, want dat heb ik eigenlijk al toegelicht. Ja, dat is normaal. Zo kom ik op jouw vraag van hoe zorg je dan morele plicht? Nou, mijn antwoord is, als je belasting kunt ontwijken, dus binnen de grenzen van de wet, en je kiest ervoor om dat niet te doen, dan kies je er dus voor om meer geld aan de staat af te staan dan je volgens de wet verplicht bent te doen. En als de staat volgens dat geld dan gaat gebruiken voor slechte dingen, om schade aan te richten, om vrijheden te ondermijnen, om bommen te gooien op onschuldige mensen die naar een bruiloft onderweg zijn, om Jota Land Cruisers te geven aan terroristische radicale islamitische groeperingen in het Midden-Oosten die samenwerken met Al-Qaeda en de Islamitische Staat, die het gebruiken om
alle niet-essentiële bedrijven te sluiten en daarmee de nek om te draaien. Om ons op te sluiten in de vorm van een avondklok. Ja. Om ons met die belachelijke mondkapjes die absoluut nergens goed voor zijn te dwingen rond te lopen. Die ons dwingen om ons in te spuiten met een goedje wat een vaccin heeft. Maar vroeger was een vaccin iets waar het ervoor zorgde dat je niet ziek werd en de ziekte ook niet kon verspreiden. Mm-hmm. Ze hebben een nieuwe definitie voor verzonnen, voor het begrip vaccin. En ongeacht of het nou goed of slecht is, het zou een persoonlijke keuze moeten zijn. Ja. Van iedere grondeigenaar en iedere bedrijfseigenaar en iedere café- en restauranteigenaar, wat voor beleid hij voert. Als een restauranteigenaar in een vrije wereld zegt, mensen die graag alleen maar tussen de gevaccineerden willen eten, die zijn bij mij welkom. Mijn bordje is alleen gevaccineerden. Ja. Maar je moet ook kunnen zeggen, iemand die dat niet wil, die is bij mij welkom. Die kan bij mij komen eten. Zelfs met rookverboden bijvoorbeeld. Precies, ja. Dus dat betekent dat niemand eigenlijk boos zou moeten kunnen op een ander. Want iemand die alleen wil gaan naar winkels, restaurants, waar alleen maar gevaccineerd, die kan dat doen in zo'n samenleving, in een vrije samenleving. Iemand die alleen maar op plek wil komen, iedereen een mondkapje draagt, die kan daar dan voor kiezen in zo'n samenleving. Maar iemand die dat allemaal niet wil, die heeft dan ook keuzevrijheid. Ja. Wat onze overheid doet, is zij zijn de heersers, zij weten beter wat goed is dan wij dat zelf weten. Zij leggen dat op. Alle grondeigenaren, alle winkeleigenaren, bedrijfseigenaren moeten doen wat onze heersers zeggen. Ja. We hebben niet de vrijheid om daarvan af te wijken. We mogen niet zeggen, ja, maar als ik op eigen risico wil gaan eten in een restaurant zonder mondkapje, zonder vaccinplicht, dan moet ik daar toch kunnen eten. Als iedereen die daar komt en die daar werkt dat allemaal wil, dan moet dat toch kunnen? Nee, dat mocht dus niet. Nee. En daar wordt je belastinggeld voor gebruikt. Ja. Ruling is overruling, is een mooie Engelse uitspraak. Ja. Hè? Als je, to be ruled is to be overruled. Ja. Dat betekent dus, jij kunt wel, overruled. Jij kunt dus wel een idee hebben over hoe jouw leven het beste kan worden vormgegeven. Maar je hebt heersers en die weten het beter. En die sluit je op als je niet gehoorzaamt. Ja. Dat is het systeem. Dus het, en als je belasting betaalt, zonder dat je daartoe verplicht bent. Als je dus belasting kunt ontwijken en het toch niet doet, draag je daar vrijwillig aan bij. Ja. En dan ben je dus moreel gezien medeplichtig aan de schade die de staat aanricht. Ja. Aan de vrijheden die ze ondermijnen. Aan de rechten die ze schenden. Ja. Aan de schendingen van rechten die ze waar ze schuldig maken. Morele onrechtmatigheden. Nou, dat lijkt mij heel erg duidelijk. Maar inderdaad, het gangbare begrip is precies de law-abiding tax-paying citizen, zeggen ze in Amerika. Hè? Ja. Dat is een soort deugd. Maar je zegt het is eigenlijk andersom. Het zou een deugd moeten zijn om dat zo min mogelijk te doen. Niet, zonder jezelf te beschadigen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk inderdaad dat het morele deugd is om zoveel mogelijk belasting te ontwijken. Ja, ja, omdat je dan niet maar vrijwillig meebetaalt aan onrecht. Ja. We hadden het er net over. Belasting is roof. Gewoon omdat het aan de definitie voldoet, dan krijg je de discussie van we moeten toch sociale voorzieningen moeten we financieren. Dan zou je ook ter discussie kunnen stellen, is roof dan wel de geëigende manier om dat te doen? Ja. Bestaan er ook andere manieren? Ja. Ja, het antwoord is ja. En dus bijna alles wat de staat doet dat nuttig is. Dat is niet zoveel in mijn visie, maar er zijn dingen die de staat doet die nuttig zijn. Ja. Wegen zijn op zich best nuttig natuurlijk. Andere dingen. Ja. Infrastructuur is nuttig. Ziekenhuizen zijn nuttig. Scholen kunnen ook nuttig zijn. Daar kun je over discussiëren, maar, maar er zouden nuttige scholen kunnen zijn. Het antwoord is, alles wat de staat ooit heeft gedaan, wat nut heeft gehad, is ook ooit gedaan zonder staat, door partij initiatief, door de private sector. En daar waar het is gedaan op partij initiatief in de private sector, daar was het altijd beter en goedkoper dan wanneer de staat het overneemt en daarmee monopoliseert. Mm. Want monopolie, dat de meeste mensen beseffen wel, monopolie is niet goed. Monopolie zorgt voor dat prijzen niet meer dalen, maar stijgen. Dat de kwaliteit niet meer stijgt, maar daalt. Want als je moet concurreren met anderen, dan moet je dus wel voortdurend jezelf verbeteren. Ja. Als je een bedrijf leidt en dat moet concurreren met andere bedrijven, dan betekent dat dus dat je voortdurend in je achterhoofd moet hebben, hoe kan ik verbeteren? Hoe kan ik innoveren? Hoe kan ik uitzoeken wat de klant graag wil en hem precies geven wat hij graag wil? Hoe kan ik een
de behoeftes van mijn klanten zo goed mogelijk bevredigen? Hoe kan ik kosten beheersen? Hoe kan ik verspilling tegengaan? Hoe kan ik met minder middelen meer bereiken? Je moet voortdurend verbeteren en innoveren. En doe je dat niet, ga je vanzelf dicht, want je concurrenten doen dat wel. En verlies je steeds meer marktaandeel tot je helemaal dicht gaat. Ja. Dat is de discipline van de markt. Ja. Nou hoor ik mensen zeggen, ja, van dat privatiseren, want daar hebben we het hier dus feitelijk over. Als je weer teruggaat van een overheidsmonopolie naar de vrije markt, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, hoor ik mensen zeggen van ja, dat is geprobeerd met de zorgverzekeraars. En kijk eens wat we nou hebben. We betalen 10 keer zoveel en we krijgen veel minder. Want ja, weet je, er is toch een winstelement aan toegevoegd. En dat moet ergens vandaan komen. Ja, maar. Dus, wat zou je erop zeggen? Ja, maar laat ik het met een voorbeeld illustreren waarom het onzin is. In Argentinië heeft men een tiental jaar geleden. De PTT geprivatiseerd, maar een monopolie niet opgeheven. Dus dat betekende, er was een particuliere investeerder die kocht het monopolie op. En die kon daarna de prijzen gaan verhogen, maar concurrentie was nog steeds verboden. Ja. Dus het gevolg was dat bellen in Argentinië, wat over de hele wereld steeds goedkoper werd nadat de monopolies werden opgegeven. Want vroeger was bellen extreem duur. Vroeger was het zo dat als je ging emigreren, dan kon je wel je telefoonnummer geven aan je familie, maar die ging jou nooit opbellen, want dat was veel te duur. Dat was 6, 7, 8 gulden per minuut toen de gulden nog iets waard was. Dus dat deed niemand. Dat was, die mensen die sprak je nooit meer, tenzij je terugvlogen om ze te ontmoeten. En je kon een brief schrijven of een cassettebandje inspreken en opsturen. Dat soort dingen deden men. Maar bellen deden ze niet, dat was veel te duur. Klopt. En dat daar is een einde aan gekomen door een monopolie van de overheid op telecommunicatie op te heffen, het aan de markt over te laten en concurrentie toe te laten. Daardoor is telecommunicatie ontzettend veel goedkoper geworden en ook ontzettend veel beter geworden. Ook onze telefoons zijn ontzettend veel beter geworden. Want vroeger hadden we van de jaren 50 tot en met de jaren 80 exact dezelfde grijze draaischijftelefoon. Ja, want er was geen enkele innovatie. Net zoals in de DDR ze nog steeds een trabant reden in de jaren 80 die hetzelfde was als in de jaren 50. Ja. Hadden wij hier een telefoon in de jaren 80 die nog hetzelfde was als in de jaren 50. Nou, en dat opheffen op een poli, dat is de sleutel. Ja, zo kun je zorgen voor innovatie, voor verbetering, voor lage prijzen en een betere service. Een betere dienstverlening. In Argentinië hebben ze dat totaal verkeerd gedaan. Hebben ze het wel geprivatiseerd, maar een monopolie in stand gehouden. En dat Argentijnse telefoonmonopoliebedrijf, die ging gewoon de prijzen nog verder verhogen. En tegelijkertijd was het zo, in de rest van de wereld waren er alternatieve systemen, waar wel meer vrijheid was, waar wel meer concurrentie was. Dus die gingen die Argentijnen massaal doen. Die gingen gebruik maken van een callback service. Dus dan belden ze heel kort naar een nummer in Amerika, waar toen wel concurrentie was. En dan konden ze ophangen. Dan werden ze teruggebeld uit Amerika. En zo gingen ze hun telefoontjes plegen. En dan kregen ze een rekening uit Amerika die ontzettend veel goedkoper was dan ze anders hadden moeten betalen aan de monopolist. Oké, mensen vonden het een uitweg. Ja, maar de monopolist ging toen afluisteren. En als ze merkte dat je zo'n callback zou doen, dan ging ze de verbinding verbreken. Ja, dus dat is een voorbeeld van hoe het niet moet. Ja, dus privatiseren is extreem belangrijk. Het is extreem belangrijk om een einde te maken aan staatseigendom op wat dan ook. Maar je moet het wel goed doen. Ja. Ja, je moet ook demonopoliseren en dereguleren. Je moet ook de prijzen loslaten. Dat is tegenovergestelde wat in Nederland is gebeurd. Wat in Nederland is gebeurd, is dat we juist een zorgsector hebben die helemaal ziek gereguleerd wordt. Waarbij de overheid een extreem dikke vinger in de pap heeft. Waarbij de overheid extreem veel regels maakt, extreem veel zaken dwingend oplegt, waarbij ook de prijzen door de overheid worden bepaald. Dus exact het tegenovergestelde van de vrije markt. Ja. En het is wel waar dat er binnen zeer, zeer grote beperkingen er zijn meerdere zorgverzekeraars. Maar ja, concurrentie kun je het niet echt noemen. Nee. Het is een zeer beperkte concurrentie die mogelijk wordt. Als je het ook verder naar de top volgt, dan zie je dat ze allemaal onder dezelfde aandeelhoudersverenigingen vallen. Ja, vaak zijn het niet eens, vaak zijn het non-profits, vaak zijn het niet eens bedrijven met aandeelhouders. Ja, dat is niet eens meer te traceren dan. Ja. En wat je ook ziet is dat nieuwe zorgstelsel, voordat dat ingevoerd werd, had je een ziekenfonds, wat door de overheid werd georganiseerd, maar je had ook de private sector. Ja. Mensen die echt particulier verzekerd, of echt, werd ook gereguleerd, maar minder dan daarna. Ja, dus daar was wel nog een soort meer concurrentie dan er daarna kwam. En toen het zorgstelsel werd hervormd, toen werden eigenlijk al die particuliere zorgverzekeraars werden gedwongen, werden die in het nieuwe systeem opgenomen.
Die konden dus niet meer op dezelfde manier hun eigen prijzen bepalen, hun eigen pakketten bepalen, als dat ze daarvoor wel konden. En dus onder mom van privatisering, onder mom van marktwerking, is juist de macht van de staat uitgebreid en is de keuzevrijheid van de consument juist beperkt. Dus de verzekeraars zijn eigenlijk alleen maar ingestapt omdat er iets te verdienen viel binnen dit model voor ze. Die worden ze kennelijk voorgehouden toen. Dat is een deel van de opbrengst. Oh, maar dat zie je heel vaak. Hè? Ja. De overheid is, moet je in de markt. De overheid in te vinden, markt kun je vergelijken met doping in de sport. Ja, als doping in de sport zou worden toegestaan, nou, dan kun je voor kiezen. Ja. Maar dan weet je dus van tevoren dat iedereen doping gaat gebruiken. Ja, anders verlies je. Ja, anders verlies je. Ja. Nou, zo ook bij de overheid. Op het moment dat de overheid mag interveneren in de markt, de vergunningen mag, stelsel mag doorvoeren, een bedrijf zonder vergunning mag verbieden, en allerlei regels mag verzinnen en prijzen mag reguleren. Zodra als de overheid. Als de overheid die macht heeft om dat te doen, dan zul je zien dat bedrijven, met name grote bedrijven, gaan lobbyen bij diezelfde overheid om ervoor te zorgen dat de overheid haar macht gebruikt in hun voordeel. Ja. Dus dan zie je dat bedrijven, met name grote bedrijven, gaan lobbyen voor een vergunningsstelsel. Waarom? Omdat dan nieuwe toetreders veel minder makkelijk kunnen toetreden. Ja, die worden geweerd. Zie je dat ze vaak gaan lobbyen voor allerlei subsidies. Ook zie je dat ze gaan lobbyen voor een verbod op groeilampen bijvoorbeeld. Hè. Mensen denken dat groeilampen zijn verboden vanwege de milieubeweging. Ja. Maar Philips heeft gelobbyd voor verbieden van groeilampen. Omdat ons heel weinig aan verdienen door de concurrentie. Ja. Wat je ook ziet is dat bedrijven vaak gaan lobbyen voor strengere regels. Dan denk je, waarom zouden ze dat nou doen? Daar moeten ze zelf ook aan voldoen. Ja, dat is waar. Maar als grote bedrijven een team van 20 juristen moeten inhuren vanwege de compliance aan al die regelgeving, dat kunnen ze beter dragen dan kleine bedrijven. Die kunnen dat zich niet permitteren. Die kleine bedrijven die kunnen geen team van juristen inhuren om wijs te worden in het oerwoud van regelgeving. Dus dat betekent dat zij concurrentienadeel hebben. Dat zij marktaandeel gaan verliezen aan de grote bedrijven die dat zich wel kunnen permitteren. Zij kunnen die kosten van die compliance of een veel groter aantal producten en diensten en omzet verspreiden. Dus hun prijzen moeten iets hoger worden. Maar die kleine bedrijven die worden gedwongen hun prijzen nog veel verder te verhogen. Ja. Dus die verliezen marktaandeel en die gaan dicht. Dan blijven de grote bedrijven over. En zo hebben grote bedrijven juist voordeel, ironisch genoeg, voordeel, van een hogere regeldruk. Ja. Dat is inderdaad wat je heel veel. Dat is het probleem met de doping die is gelegaliseerd binnen de markt, zou je kunnen zeggen. En daarnaast is het ook meteen natuurlijk wel handig geweest dat de overheid ook een verplichting voor ons voor het afnemen van een zorgverzekering heeft ingevoerd. Je bent verplicht, dat is ook een vorm van verplichting. Zeker, winkelnering. Dus anders gezegd, als de overheid zich hier niet mee zou bemoeien, dan zou volgens jouw visie wel een goede particuliere zorgverzekeringssysteem. Ja. Voorbeeld, heel veel mensen zeggen, en de Verenigde Staten is zorg heel erg duur. En dat is waar, het is net heel erg duur in de Verenigde Staten. En daarom is dat een soort schikbeeld, hè, van dat moeten we hier nooit willen. Dat zou verschrikkelijk zijn. Wat zou het geweldig zijn als Amerika net zo'n mooi zorgsysteem zou krijgen als wij. Precies wat Obama wilde met Obamacare. Ja. De werkelijkheid is dat vrijwel alle medische innovatie komt uit Amerika. Ja, dus vrijwel alle apparatuur, medische apparatuur die in onze ziekenhuizen staan, die zijn ontworpen en ontwikkeld en uitgevonden in Amerika. En dat is iets wat de meeste mensen absoluut niet beseffen. En de reden daarvoor, de reden dat vrijwel alle medische innovatie uit Amerika komt, de laatste 70, 80 jaar, is omdat dat het enige land ter wereld is waar je nog geld mag verdienen met medische innovatie. Dat kan in de rest van de wereld, kan dat eigenlijk helemaal niet meer. Want de prijzen worden gereguleerd door de overheid. Die worden kunstmatig daardoor. Dus wat de overheid doet, is ze zorgen voor inefficiëntie. Dat zorgt voor hoge prijzen. En dat gaan ze dan proberen weer te compenseren met prijsregulering. Ja. Hetzelfde zie je met lonen bijvoorbeeld. De overheid prijst werknemers uit de markt. Want je moet ze 2 jaar doorbetalen. Als ze ziek melden, die mag ze niet ontslaan. Zonder normen boete te betalen. Zonder toestemming, als je geen toestemming van de staat hebt gekregen. Dus werknemers worden kunstmatig duurder gemaakt, ook met al die wetgevingen. Dat je een stoel moet hebben die 2000 euro kost en dat soort flauwekul allemaal. Dus werknemers worden kunstmatig duur gemaakt. En vervolgens gaat de overheid. Dan zie je dus dat ondernemers de lonen gaan verlagen, omdat ze allerlei andere kosten moeten dragen om mensen in dienst te nemen, risico's moeten dragen.
Die overheid veroorzaakt die lage lonen. En dan gaan ze minimumloon instellen en cao's verbindend verklaren om dat weer te compenseren, waardoor je werkloosheid krijgt. Ja. Je ziet het ook met de grond, hè, met de woningnood. De overheid zorgt ervoor dat maar heel weinig grond in Nederland bebouwd mag worden. Als je over Nederland heen vliegt, die kijkt uit je raampje, en dan zie je dat het bijna helemaal leeg is. Dat al die mensen wonen in blokkendozen bovenop elkaar, want alleen daar mag je bouwen. Ja. Als je een stuk grond koopt, mag je daar niet op bouwen. Tenzij je toestemming hebt gekregen van onze heersers, doe je dat toch, breken ze het voor je af, op jouw kosten. Ja. En dan krijg je nog een boete erbij ook. Mm-hmm. Hè? Dus dat laat je wel. Dus de meeste grond blijft onbebouwd. Dus dan krijg je kunstmatig schaarste, kunstmatig enorme dure prijzen voor bouwplekken. Hè, bouwgrond is veel duurder dan alle andere grond. Dat heeft de overheid veroorzaakt. Ook bouwvoorschriften dragen er ook aan bij. En dan komen zij met de oplossing. En de oplossing is dan, zij gaan de huren regelen. Ze gaan verplichten dat de huren omlaag moeten. Dan krijg je woningnood natuurlijk. Ja. Want investeerders gaan niet investeren in die woningbouw, in goedkope woningen, want dat levert geen rendement op. De woningbouwverenigingen gaan uitverkopen, want ze kunnen er niks op verdienen. Zo ook met de zorg. Hè. De overheid heeft door de zorg te monopoliseren de zorg heel erg duur gemaakt. Dan gaan ze als oplossing de prijzen reguleren. Daardoor krijg je wachtlijsten in de zorg. Daardoor krijg je een kwalitatief minder goede zorg. En dat betekent het einde van innovatie in de zorg. Nou, in Amerika mag je nog wel geld verdienen met zorg. Dus vindt daar alle medische innovatie plaats. En de rest van de wereld kan er in feite op, ja, ik zou bijna zeggen, parasiteren of mee profiteren. Doordat dingen die daar ontwikkeld worden, wij hier kunnen kopen en hier kunnen gebruiken. Dat is iets wat weinig mensen beseffen. En ik wil niet zeggen overigens dat de Amerikaanse zorgsector dat een soort paradijs is dat ze ook moeten krijgen. Want ook in Amerika heeft de overheid de zorg flink verziekt. Mm. Ook daar heb je namelijk het systeem dat je alleen maar arts kunt worden als je eigenlijk lid van het kartel wordt, de American Medical Association. Men houdt dat het aantal mensen die arts kunnen worden, houdt men heel erg beperkt. Dus ook, je hebt een kunstmatige schaarste door artsen in Amerika allemaal miljonair zijn. Die verdienen allemaal tonnen per jaar door die kunstmatige schaarste. Dus dat is natuurlijk niet goed. Wat ook niet goed is, is dat ze ook op andere manieren in de zorg interveneren. Bijvoorbeeld toen de gezondheidszorg gratis is geworden in de jaren 60 voor ouderen en armen. Daar zijn de kosten gigantisch gestegen. Daarvoor was de zorg in Amerika zo goedkoop dat de meeste artsen en ziekenhuizen arme mensen gewoon gratis hielpen. Of wel een rekening sturen, maar niet verwacht dat die ooit betaald ging worden. En nu is dat juist een extreme kostenpost geworden die gratis zorg. Dus het is geen schoolvoorbeeld van hoe het wel moet. Nee. Het is alleen zo dat wij het nog veel slechter doen. Ja. Dus het land der blinden is één nog koning. Gedeeltelijk mee profiteren van de, laat maar zeggen, sponsoring van de Amerikaanse zorgconsument. Want die betaalt die hoge prijzen waaruit die innovatie kan voortkomen. Precies. Daar hebben we hier plezier van. Ja. Precies. Ja. Ja. Hey, als ik jou zo hoor, dan komt bij mij toch de vraag op: hebben we überhaupt een overheid nodig? Dat hangt af van je definitie van overheid. Ja. Dus als je dus de overheid definieert als een organisatie die ons beschermt tegen criminelen en tegen invasies. Die criminelen gaat de moordenaars, dieven, verkrachters, oplichters en dat soort mensen gaat opsporen, berechten. Ze gaat dwingen schadevergoeding te betalen en ze opsluiten als gevaarlijk zijn. En die als ze worden aangevallen de landsgrenzen verdedigt, het land verdedigt tegen invasies. Als dat je definitie van overheid, dan ben ik helemaal voor een overheid. Want dat vind ik ook belangrijk, dat soort dingen gebeuren. Ja. Maar als je de overheid definieert zoals die meestal wordt gedefinieerd als een organisatie met een geweldsmonopolie. Mm-hmm. Die met belastingheffing zichzelf financiert, dan ben ik tegen de overheid. Want ik vind dat een monopolie, dat je handhaaft door je concurrenten op te sluiten, met opsluiting bedreigen, dat is onrechtmatig. Dus iedereen moet de vrijheid hebben om bescherming te bieden als dienst. Dus stel, vroeger hadden we gemeentepolitie. Vroeger hadden we meer dan 1000 gemeenten en we hadden gemeentepolitie. Stel je voor dat je in die tijd had gezegd, weet je wat, ieder gemeente politiekorps mag zijn diensten ook buiten de gemeentegrenzen gaan aanbieden. En omgekeerd. En je mag gewoon kiezen. Je mag gewoon
een abonnement kopen op het korps waar jij het beste gevoel bij hebt. Waar de Consumentenbond de beste testresultaten gegeven heeft. En je kunt switchen op het moment dat je niet meer tevreden bent met jouw politiekorps. En dat ze te lang duurt voordat ze komen. Of omdat ze corrupt zijn. Of omdat ze te weinig mensen weten op te sporen. Dan kun je switchen. Ja. Dat is voorstelbaar dat je dat zou kunnen doen. Dan zou je dus concurrerende politiekorps hebben. Nou, die hebben we niet als verboden. Ja. We hebben nu één nationaal politiekorps. Maar dat systeem van concurrerende politiekorps, daar zou ik een warm voorstander van zijn. Ik hoor al een stemmetje van mensen die daar tegenwerpingen tegen zouden hebben. Ja, maar dan wordt het een soort concurrerende knokploegen. Ja, maar dat is denk ik heel naïef om te denken. Mensen denken dat ik naïef ben als ik dit systeem voorstel, maar ik denk dat het net andersom is. Mm. Want stel je voor dat jij en ik klanten zijn van twee verschillende politiekorps. Ik heb een abonnement bij korps A, jij hebt korps B. En we krijgen met elkaar een conflict. Ja. En we bellen alle twee ons eigen korps op van je moet mij komen beschermen. Stel dat die korpsen dat het probleem zouden oplossen met oorlog. Ze zouden oorlog met elkaar gaan voeren en het gaan uitschieten. En net zolang tot één dat we van de wezen overgeeft. Nou, zo'n korps moet enorm veel gevaargeld betalen aan haar agenten bovenop het normale salaris. Want wie heeft daar nou zin in om die manier conflicten op te lossen? Ja. Wat veel meer voor de hand ligt, is dat die twee korpsen met elkaar afspreken van tevoren, voor het conflict überhaupt bestaat. Als onze klant met elkaar een conflict krijgen, dan leggen we dat voor aan een arbiter. En wij committeren ons aan de uitspraak van die arbiter. Ja. En we zullen beide korpsen dwingen datzelfde vonnis van die arbiter af. Dan hoeven we dus geen oorlog te voeren. We leggen het gewoon voor, wachten het vonnis af. Als het vonnis er is, voeren het uit. Een soort rechter. Ja, dat is natuurlijk een veel goedkopere en veel efficiëntere oplossing. Die agenten zullen veel bereid zijn om zonder gevaar en geld of een veel lager waarde voor zo'n korps te gaan werken, want dat is veel veiliger. Die klanten willen dat ook liever. Die willen ook niet dat de kogels om de oren vliegen. Die willen ook liever dat het op een vreedzame manier wordt opgelost. Dit is de oplossing. Ja. Eigenlijk op dezelfde manier. Stel je voor dat ik een conflict krijg met een Belg of met een Engelsman of een Fransman. Dan gaan onze overheid niet met elkaar oorlog voeren om dat conflict met elkaar op te lossen. Nee, ze hebben een verdrag met elkaar. En dat verdrag is afgesproken hoe dit conflict opgelost. Welke rechter dan dat conflict daar een uitspraak over mag doen. En beide landen houden zich aan de uitspraak. Dat is hoe je dat oplost. Maar als overheden dat kunnen verzinnen om dat vreedzaam op te lossen. Ja, als die tot inzicht kunnen komen dat oorlog toch niet zo'n mooie oplossing is voor de problemen. Dan kunnen particuliere organisaties dat ook bedenken natuurlijk. Die hebben dat natuurlijk ook al lang bedacht. Want de meeste bedrijven, grote bedrijven althans, die hebben al lang een arbitrageclausule in hun contracten opgenomen, omdat een zaak verliezen bij een arbiter goedkoper is dan een winnen bij een staatsrechter, want dan ben je 12 jaar verder en ben je een paar miljoenen kosten armer en al die tijd heb je geen zekerheid. Ja, zeker. Nou, maar er zit natuurlijk ook een element in van dat mensen nu gewend zijn aan een bepaalde soort van dienstverlening van de overheid. We hadden het nu net over conflicten. Hè? Ik bedoel, als er nu ruzie is met de buren, bellen mensen de politie in plaats van dat ze met elkaar uitpraten. Hè? Want ik denk dat als er geen politie zou zijn, dan zouden we daar ook veel handiger in zijn, omdat we dat dan regelmatig doen en daar ervaring mee op doen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor dingen als uitkeringen, subsidies en allerlei, jij noemde het net cadeautjes. Hè? Dat was de uitvinding van 100 jaar geleden, 150 jaar geleden. Dat de staten daarmee een soort van legitimiteit kunnen kopen bij de bevolking. Mm-hmm. Mensen zijn eraan aan gewend geraakt. Als je dit zou doen, je zou zeggen ik stop met een overheid in de vorm zoals nu. Ja, kunnen mensen dan nog voor zichzelf zorgen? Ja, nou goed, we hebben een soort van experiment hiermee gehad tot op zekere hoogte toen het communisme ophield te bestaan. In de jaren 80 leefde de helft van de wereldbevolking onder een communistisch juk. Alleen in China waren er meer mensen onder het communistische juk. Hè? Maar dat weten we van mensen, de meeste derde wereldlanden hadden ook een socialistisch regime. En eind jaren 80 is, met uitzondering van een paar landen, is het communisme opgehouden te bestaan. Hè? Al die communistische landen hebben radicale hervormingen doorgevoerd, radicale markthervormingen doorgevoerd. Hebben hun staatsmonopolies grotendeels opgegeven en overgelaten aan de markt en overgelaten aan concurrentie. Dus het was een dramatische omwenteling. En het ging ook niet helemaal zoals ik dat graag had willen zien. Hè. Dus met name in Rusland zijn de voormalige machthebbers van de Sovjet-Unie grotendeels in handen gekomen. De productiemiddelen zijn grotendeels in hun handen gekomen. Ja. Maar dan onder, nu heet het particulier eigendom. Ja. Maar het waren eigenlijk dezelfde mensen, de nomenclatura, die het zichzelf wisten toe te eigenen. Dus het is niet helemaal goed gegaan. Mm.
Maar toch zie je dat over het algemeen in voormalige communistische landen de mensen nu een veel hoger levensstandaard hebben, veel meer vrijheid hebben dan toen. Ja, dus kwestie wel wennen geweest, zeg je. Het is wel heel fors verbeterd. Ja. En heel veel mensen waren tijdens het communisme, die waren zo gewend geraakt aan dat systeem dat ze bang waren geworden voor vrijheid en bang voor verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En daarom heeft het ook zo lang kunnen voorbestaan, want heel veel mensen min of meer steunden. Ja. Pas toen steeds groter ging bekend werd dat het Westen helemaal niet zo slecht was. Met name in Oost-Duitsland, waar mensen West-Duitse televisie konden vangen, zagen ze dus dat de propaganda die ze op school leerden en in de media hoorden, dat dat gewoon niet klopte. Mm-hmm. Die West-Duitsers het helemaal niet slecht hadden, maar juist veel beter hadden dan zij. En toen begon het draagvlak voor communisme begon steeds verder af te brokkelen. Dat ook, wat ook gebeurde is dat pamfletten en boeken werden illegaal van het Westen ingevoerd, vertaald in de lokale talen en illegaal verspreid. Hè, om mensen kennis te laten maken met meer liberale ideeën. Dat heeft ook een rol gespeeld. En toen die omwenteling gebeurde, waren heel veel mensen daar toch bang voor. Hè. En je ziet ook dat de mensen die zijn opgegroeid onder het communisme, die naar communistische scholen zijn gegaan en in omgeving was het communisme was zeg maar de enige ideologie die toegestaan was. Iedereen moest dat of ondersteunen of zijn mond dicht houden, want anders liep het verkeerd met je af. Maar die mensen, voor zover ze nog leven, als je kijkt waar ze op stemmen, stemt een derde van die mensen vaak nog op communisten. Ja. Als je vraagt waarom, dan zeggen ze vroeger was het beter. Ja. Dat is natuurlijk absurd. Want ze moesten 10 jaar wachten op een auto. En dan kregen ze geen auto, maar een brommer met karton eromheen. Ja. En die gruwelijk stonk. En ze moesten een paar uur in de rij staan voor een brood. Een paar uur in de rij staan voor een trosje bananen enzovoorts. En als je een koelkast wilde kopen of een wasmachine. Ja, de winkels waren meestal leeg. Dus dan moest je op een gerucht afgaan. Als je gerucht hoorde van ze worden morgen geleverd, dan moest je in je slaapzak voor de ingang van de winkel gaan bierverkeren. Ja. En heel af en toe was het gerucht dan waar. En zo kon je dan misschien zoiets kopen. Dat is hoe mensen toen leefden. Ja. En toen de communisme ophield te bestaan, toen waren die mensen gewoon bang voor hun vrijheid en verantwoordelijkheid die daarmee gepaard ging. Maar het resultaat is wel dat hun kinderen en kleinkinderen nu veel beter hebben dan dat zij het gehad hebben. Dus je snijdt terecht een punt aan, maar dat is geen reden om het is gewoon een kwestie van wennen. Even wennen aan de nieuwe situatie en je nieuwe verantwoordelijkheden en de voordelen die daarbij komen. Je zag het ook bij slaven, hè? Dus heel veel slaven, die waren eigenlijk best tevreden als slaaf. Ja. Die hadden helemaal niet de behoefte om te vluchten, want die dachten, ja, we hebben het toch goed. Ja. Mijn meester die zorgt voor mijn eten, voor mijn onderdak. Hij is veel aardiger voor mij dan al die andere meesters van die andere plantages. Nou, er zijn boeken over geschreven van mensen die zelf als slaven in die plantages hebben gezeten en zichzelf lezen en schrijven hebben geleerd en dat opschreven. En die zeiden van de grootste angst van de slaven was om vrijgelaten te worden. Ja. Infantilisering heet dat. Hè? Dus, ja, maar daar zat natuurlijk ook een kern van waarheid in. Omdat, buiten de plantages in het zuidelijke deel van Amerika kon een zwarte werknemer kon nergens een baan vinden. Dus die ging geheid dood. De enige manier om te overleven was door gevoed te worden door jouw slavendrijver. Ja, er waren wel vrije zwarten. Maar liep in het zuiden natuurlijk het risico dat je gepakt zou worden en terug zou worden gestuurd. Ja, en dan met de zweep zou krijgen. Maar als je het noorden kon bereiken, dan was je... Maar het schijnt dat er ook slavenhouders gewoon dreigden bij de slaven van: ik stuur je van de plantage als je niet gehoorzaam bent. Dan ben je een soort van vogelvrij. Dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, ja, ik wel. Maar goed, maar ik kan me het wel voorstellen. Kunnen, ik kan het wel voorstellen. Ja. Ik bedoel, het past wel in dit mechanisme. Zeg. Ja, toen ook hoe meer je mensen pampert en verzorgt, hoe moeilijker het wordt voor ze om dat vervolgens zelf te gaan doen. Ja. En dan ontstaat er ook een vrees om dat te moeten doen. Ja. Je had toen ook een medische aandoening die voorkwam onder slaven. Het heette dreptomania. En dat was de ziekelijke drang om te willen ontsnappen en vrij te willen zijn. Okay. Terwijl objectief gezien konden ze daar niet beter worden. Dat kon alleen maar slechter worden. Maar toch wilden sommige slaven dat. Ja. Ze werden dan door een arts, kregen de diagnose van dreptomania. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met nu. Hè? Want tegenwoordig wordt ook ongehoorzaamheid en niet meegaandheid ook gemedicaliseerd. Hè? Dat staat volgens mij al in een of ander register. Hè? Hey, maar Positional defiant disorder. Ja, zoiets is het. Hè? Ja. Ja, maar je ziet dezelfde patronen steeds weer terugkomen. Maar goed,
Hoe dan verder? Hoe verder? Ja. Nou ja, ik pleit dus duidelijk voor een radicale verkleining van de overheid. Ja. Hè, zo klein mogelijk. Maar je ziet precies het tegenovergestelde gebeuren. Ja, helaas. Dat is ja. overigens een mechanisme dat zichzelf aandrijft. En ergens moet het een keer gereset worden. En dan begint het weer overnieuw. En het drijft zichzelf aan. Ja, een radicale vergroting van de vrijheid van het individu. Hè. Dus ja. op alle terreinen moeten we de overheid terug in zijn hok zo mogelijk. Maar dat betekent dus dat je je eigen individuele vrijheid moet gaan bewaken. Want, en ja. dat zouden dan alle individuen moeten gaan doen. Ja. En wil je daar succes in hebben? Ja. Het probleem is wel dat heel veel mensen die willen dat helemaal niet, want die ze zijn naar staatsscholen geweest en hun voorouders ook al, dus ze geloven ja. daar helemaal niet in, de meervrijheid. Dat breekt me de bek niet op. Dat is de vraag, hoe kunnen we dan toch ons doel bereiken? En ik denk dat de beste strategie waarschijnlijk decentralisatie is. Ja. Want decentralisatie, waarbij je macht bij de Europese overheid, de Rijksoverheid weghaalt en zorgt voor meer autonomie voor kleine gemeenschappen, voor gemeenten of nog kleine gemeenschappen. Dat is een idee waar heel veel mensen positieve associatie mee hebben. Zelfs heel veel linkse mensen die vinden dat een goed idee om dat te doen. Het idee is gewoon hoe kleiner de gemeenschap en hoe kleiner het bestuur, dus hoe minder macht het bestuur heeft. Dat is eigenlijk vrij simpel. Ja, en dat zou een zeer positieve ontwikkeling zijn in mijn ogen. Want als je kijkt naar de grootste misstanden, de grootste schendingen van de mensenrechten, dan hebben die altijd plaatsgevonden in grote staten. Hè, dus de Sovjet-Unie, China onder Mao. Dat soort superstaten, daar is het gruwelijk ontspoord. Daar zijn miljoenen mensen vermoord door een eigen overheid. Terwijl miniatuurstaatjes zoals Andorra en Liechtenstein en Monaco en Luxemburg en Jersey, Guernsey, Isle of Man, San Marino, miniatuurstaatjes, daar zie je vaak. Maar ook buiten Europa, dus ook Hongkong en Singapore bijvoorbeeld, daar zie je juist relatief heel veel vrijheid, hele lage regeldruk, hele lage lastendruk. Daar zie je dat de overheid zo gruwelijk misdraagt. Dat kom je daar eigenlijk helemaal niet tegen. En dat is ook wel verklaarbaar. Want als je zo'n miniatuurstaatje, ja, kan zich dat niet permitteren. Want als ze dat soort dingen gaan doen, zelfs als ze maar een beetje de regeldruk, lastdruk verhogen, meer dan de buurlanden, dan gaan mensen gewoon verhuizen. Want die drempel is zo laag. Het stemmen met de voeten, dat is gewoon een paar kilometer verhuizen. Dus dan vertrekken. De meest productieve mensen gaan als eerste weg in zo'n situatie. Ja. Juist de mensen die het meeste belasting betalen, de meest productieve mensen, de ondernemers, de mensen die creatief zijn, die gaan als eerste weg. Ja, ze moeten dus wel een beetje aardig zijn tegen het volk. Dus, die moet je lokken. Ja. Dus die lok je met een lage regeldruk en lage lastendruk. En daarom zie je in de zuurstaatje het heel erg goed doen. Ja, dus decentralisatie zou een oplossing zijn. Maar ja, dan is de vervolgvraag natuurlijk van, dat is het tegengestelde belang van degene die het nu te zeggen hebben over die grote centrale machtsgebieden. Hoe ga je ze dat afnemen? Hoe ga je dat terugpakken? Hoe ga je weer decentraliseren? Ja. Want bijvoorbeeld Brussel en de EU, je ziet precies het tegenovergestelde. Ja. Het wordt een steeds groter machtsblok. Ja. En de lui die daar de privileges van hebben, die zullen het zich niet zo gemakkelijk laten afstelen. Ja, ja. Hoe doe je dat? Het antwoord is denk ik, dat is een vraag, wat kun je als individu doen? Het antwoord is, ja, je moet of denken, samen, mag ook. Om te beginnen moet je denk ik, moet je het leuk vinden om te doen. Het moet een hobby zijn, want als je het niet leuk vindt, alleen maar doet in de hoop dat je binnenkort heel veel vrijer wordt, dan kom je bedrogen uit. Dat denk ik ook. De invloed die je als individu hebt is helaas vrij klein over het algemeen. Er zijn uitzonderingen, zoals Milton Friedman en Friedrich von Hayek, die hebben wel heel veel invloed gehad destijds. Dus er zijn uitzonderingen, maar de meeste individuen die hebben maar een beperkte impact. Maar wat je kunt doen is dingen die je leuk vindt. Dus als je het leuk vindt om te spreken, bekwaam jezelf in het spreken en ga dat doen. Als je goed kunt schrijven of als je het leuk vindt, ga je bekwaam in het schrijven van boeken en artikelen en ga dat doen. Ja. Wat je ook kunt doen is alternatieven ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld Bitcoin, Uber, Airbnb. Dat zijn initiatieven waarbij de vrijheid van het Uber wordt vergroot. Uber heeft de taxikartels eigenlijk massaal onderuit weten te halen. Bitcoin is natuurlijk ondermijnend voor het staatsmonopolie op de geldcreatie. Dus als je zo'n initiatief, als je zegt, nou, schrijven, spreken niet zo aan, ik wil iets doen. Als ondernemer of ik wil een initiatief nemen, dan zou je dus iets dergelijks kunnen verzinnen. Iets wat disruptive is, iets wat ervoor zorgt dat
consumenten een keuze krijgen die ze nog niet eerder niet hadden. Mm. Op zo'n manier dat je de concurrentie vergroot. Hè? Dat je de poging van de staat om het te monopoliseren op die manier ondermijnt. Ondermijnt, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Het gaat om motivatie. Je moet gemotiveerd zijn om zoiets te doen. Je ziet natuurlijk wel dat onder invloed van toenemend totalitarisme er logischerwijs ook meer motivatie ontstaat om tot meer vrijheid te komen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat degene... Dat kan goed gaan, maar dat kan ook fout gaan. Dus dan kun je... In de communistische landen is dat goed gegaan. Dus communistische landen waar de communistische machthebbers zijn verjaagd, daar is meestal meer vrijheid voor in de plaats gekomen. Mm-hmm. Dus dat is wel goed gegaan. Ja. Maar wat je ook wel eens ziet, is als machthebbers worden verjaagd, dat de nieuwe machthebbers er een nog grotere puinhoop van maken. Ja. Dus ik kunt ze wel verjagen, moet ze niet vervangen door mensen met dezelfde machtsvermogen. Het is wel belangrijk dat als je zo'n initiatief gaat nemen, dat je dan ook goed eerst kijkt van, is er wel een draagvlak voor meer vrijheid? Ja, als dat er niet is, dan gaan de nieuwe machthebbers ook weer... Ja. Vrijheden ondermijnen en schenden. Ja. En juist de macht voor zichzelf vergroten. Dus je moet eerst eigenlijk van overtuigen dat er een voldoende groot draagvlak is voor meer vrijheid, voordat je een revolutie gaat organiseren. Ja, ja, ja. Als je het zo inschat, is dat draagvlak er? Nee, ik denk dat er in Nederland te weinig draagvlak is. Dus ik ben ook geen revolutionair. Nee, ik probeer niet een gewapende opstand te bewerkstelligen. Dat is denk ik contraproductief in deze situatie. Er is een tijd en plaats voor de Amerikaanse revolutie. Dat was een revolutie die leidde tot veel meer vrijheid. Amerika was tot 1914 het meest vrije land ter wereld, waar ook een gigantische economische groei heeft bestaan, waar een miljoen analfabeten het land binnenstroomden, die allemaal ervoor zorgden dat hun kinderen ontzettend veel ervarender waren dan zijzelf. Dus dat was een enorm succesverhaal. Tot 1914 naast helaas een stuk minder goed geworden. Er zijn succesvolle revoluties geweest. In Roemenië, daar is een gewapenstand tegen Ceausescu geweest. Dat heeft positief uitgepakt. Dus er zijn wel positieve uitzonderingen. Maar vaak zie je dat gewapende revoluties niet tot meer vrijheid leiden. Nee, de Franse revolutie leidde tot terreur juist. Oké, dus je zegt, als ik het goed begrijp, je zegt van oké, we zullen eigenlijk een vrijheidslievende en alerte en actieve bevolking nodig hebben. Willen we ons werkelijk bevrijden van deze, je mag toch wel zeggen, dictatoriale vorm van overheidsdwang. Ja. Dus er ligt een verantwoordelijkheid bij de bevolking zelf. Ja, dus the pen is mightier than the sword is een gezegde wat hier van toepassing is. Hè. Dus ik denk dat ons probleem is niet zozeer dat we een bevolking hebben die heel erg graag heel veel vrijheid wil. En omdat de overheid massaal demonstranten doodschiet en ophangt, daardoor houden ze het nog net vol, zoals in Iran bijvoorbeeld het geval is. Dat is niet ons probleem. Ons probleem is dat onze overheid al generaties lang bezig is met ons te brainwashen via staatsonderwijs. Ja. Daar zijn ze heel succesvol in geweest. En dat kun je niet in een paar dagen terugdraaien. Dat is ook weer een lang proces om dat weer terug te draaien. En ons ook zoet houdt met cadeautjes inderdaad. Hè. Ja, ook dat. Oké, dus toen, op korte termijn zie je dat in Nederland niet echt gebeuren dan? Er snijdt trouwens een heel goed punt aan over die cadeautjes. Ja. De ontwerper van de AOW, dat was Bismarck. Ja. De eerste land waar de AOW is ingevoerd was Pruisen onder Bismarck. Ja. En hij was heel open en eerlijk over wat voor zijn motivatie om dat in te voeren. Want dat was een tijd waarin heel veel opstanden en revoluties plaatsvonden in Europa. En dat wilde hij niet. Hij wilde het ancien regime behouden. En hij zei, als mensen voor hun oude dag afhankelijk zijn van de staat, als ze ze eerst een leven lang kaal plukken en daarna krijgen ze, als ze oud worden, krijgen ze ons hun geld, dan gaan ze niet rebelleren, want dan brengen ze hun eigen oude dag in gevaar. Ja. Dus dat was een open en blote motivatie van Bismarck. Ja. Hetzelfde geldt voor de leerplicht en het model van staatsmonopolie op onderwijs en gratis onderwijs. Dat is ook een Pruisen bedacht, datzelfde systeem. En die Pruisische bedenkers van het systeem waren ook open en eerlijk wat een doel was. Een doel was gehoorzame soldaten en burgers en arbeiders creëren. Die gewoon gehoorzaam vechten voor hun vaderland in de oorlog. Die gewoon gehoorzaam de wetten en de regels volgen en de bevelen van de elite opvolgen. En die gewoon
braaf naar de fabriek gaan en daar... Bruikbare burgers. Ja, ja. Bruikbare burgers. Useful idiots. Useful idiots, ja, dat zijn, zo zijn die hadden ze nodig. Ook wel kunnen noemen. Ja. Oké, dus nou ja. Om eerlijk te zijn ben ik het een beetje eens. Ik zie op heel korte termijn niet dat het volk ineens eist dat belastingen worden afgeschaft. Maar ik denk wel dat het van belang is dat er meer besef komt over wat het feitelijk is. Ja. Want er leeft gewoon een misverstand over. En daarvoor wil ik je heel erg bedanken, Twan. En dat je daar tijd voor vrij hebt willen maken. En ik hoop dat onze kijkers het ook zullen waarderen. Dankjewel. Graag gedaan.